Vertegenwoordigers van de SWOP, Bibliotheek Oostland en de Stichting Jeugd en Jongerenwerk leggen de laatste hand aan de voorbereidingen voor de Week van de Mantelzorg, die op 10 november begint. Met een week vol workshops, muziek, lekker eten en ontspanning krijgen mantelzorgers de kans om eens iets anders te doen dan te zorgen. Het wordt een prachtig programma. Ja, zeker. We zijn trots op het programma wat we hebben kunnen samenstellen. En middels dit programma willen we de waardering uitspreken voor alle mantelzorgers in de gemeente Pijnacker-Noordorp. We zeggen eigenlijk middels al deze activiteiten, mantelzorger, dank je wel dat je voor iemand zorgt. En natuurlijk ontmoeten mantelzorgers ook elkaar, zodat er ook eens bevraagd kan worden van hoe het een en ander gaat. Maar het belangrijkste is dat we echt waardering willen uitspreken voor mantelzorgers. Die mantelzorgers zijn er volop. In Pijnacker-Noordorp zijn er honderden mensen die dagelijks omkijken naar een familielid of een oude buurvrouw. Niet alleen het bureau Mantelzorg van de SWOP houdt zich met hen bezig, ook de gemeente vindt aandacht voor mantelzorgers een speerpunt. Het is een hele belangrijke doelgroep. Vaak zien we dat mantelzorgers familie ondersteunt of ouders. Veel ouders worden ondersteund door hun kinderen als mantelzorger. En het is voor de gemeente heel erg belangrijk om dat heel goed te ondersteunen. Want mensen moeten toch vaker langer thuis blijven wonen. We zien een vergrijzing. En daarom is het heel belangrijk om in de Week van de Mantelzorg een leuk programma in elkaar te draaien. Zodat we niet alleen de mantelzorgers kunnen ondersteunen, maar ook meer mantelzorgers in beeld krijgen. Die we vervolgens weer kunnen ondersteunen. Ton van het Hoenderdaal uit Noordorp is één van die mantelzorgers. Hij zorgt al een jaar of 7 voor zijn vrouw Dien, die op vakantie in Italië een hersenbloeding kreeg en sindsdien kampt met afasie. 2 keer per week rijdt hij met haar naar het afasiecentrum in Capelle aan den IJssel, waar ze een succesvolle behandeling ondergaat. Sinds 2012 heeft ze een hersenbloeding gekregen in Venetië. In het begin was het eigenlijk, ik kan het beschouwen als of dat je een kind in huis hebt. Alles moest ik ook overnemen, van koken tot de boekhouding en alles, wat dat deed zij. En het hele huishouden moest ik dus opnemen. En dat is al langzaam met dat AVC-centrum wat vermindert. Dus ze gaat 2 keer in de week naar het AVC-centrum, dat is een kapel aan de IJssel. En daar brengt ze dus 's morgens naartoe, dan moet ze om 10 uur zijn. En dan ik blijf daar niet de hele dag uiteraard, dus ik rij weer naar huis. En 's middags om 4 uur moet ik ze daar weer ophalen. Dus daar heb ik het ook nogal druk mee, 2 keer in de week. Dus dat is zo'n, het is ongeveer 30 kilometer hier vandaan. Dus tel uit je winst wat ik per maand rijd, alleen al om haar weg te brengen. Ja, ja. Mantelzorg is vaak zijn onzichtbare zorgers. Het overkomt je en het hoort er vaak bij. En veel mensen die beseffen niet dat ze mantelzorger zijn. Je zorgt gewoon voor iemand. Je vader of moeder krijgt een ernstige ziekte of er is sprake van dementie dat ontstaat. Of er wordt een kind geboren in een gezin met een handicap. Je bent broer of zus van iemand in een gezin met een handicap. En zo word je mantelzorger eigenlijk zonder dat je het zelf weet. We zien ook wel dat heel veel mantelzorgers overbelast zijn omdat ze het moeilijk kunnen loslaten. Maar ook omdat sommige mantelzorgers specifiek medische handelingen kunnen verrichten. En er is wel heel veel ondersteuning. Er is ook respijtzorg. Mensen kunnen tijdelijk ergens gaan logeren, zodat de mantelzorger tot rust komt. We hebben daar gewoon zorgleveranciers, zeg maar. Zorgboerderijen hebben we daar plekken voor. Maar dat moet wel bekend zijn. En ik denk dat het belangrijk is dat we de mantelzorgers goed in beeld krijgen, zodat je dat gesprek ook aan kan gaan om te zorgen dat mantelzorgers en de waardering krijgen en niet omvallen. Ja, ik ben er constant mee bezig. En zeker in mijn geval, want ik ben dus voor de 2. Want mijn vrouw die heeft nog een broer van 86. Die woont in Schiedam. En die heeft in 2014, die had al last van zijn nieren, maar heeft hier nog hartfalen bij gekregen. Ja, en dan een man van 86. Dus als die naar de dokter moet, dan moet je mee. En als die naar het ziekenhuis moet voor controle, dan moet je mee. Als er wat aan de hand is, dan moet je erachter gaan. Ik ben er soms wel eens, dat ik wel eens denk van, ik ben wel eens moe. Laat ik het zo zeggen. En dan is het,
dan denk ik wel eens, ik zou wel eens even, het is nu lang niet gebeurd, maar ik heb in het verleden wel eens, dan kreeg ik nog hulp, want een nichtje van mijn vrouw dan, die zei dan, nou stuur, breng ze maar bij mij, dan pas ik op haar. En dan ging ik een weekje met mijn boot zeilen. Juist daarom dus de werk van de mantelzorg. Om al die harde werkers die vanuit liefde voor een ander zorgen, een beetje afleiding te kunnen geven. Het is een heel gevarieerd programma. Ik heb ook even gekeken. Het varieert van theater tot eten, muziek maken. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Wat dat er gaat, complimenten voor het SWOP en de Bureau Mantelzorg.